September 2020. De vakantie is voorbij. Nou ja, vakantie, een heel bijzondere vakantie was het wel. Maar toch proberen we langzaam maar zeker weer de draad op te pakken. En dat geldt ook voor de gemeenteraad. Ze zijn alweer bezig en straks is weer de eerste openbare vergadering. We hebben alle fractievoorzitters eens gevraagd wat voor het komende seizoen zij nu belangrijk vinden om te gaan doen. Hier volgt hun antwoord. In ieder geval wil ik namens de ChristenUnie Vechtdal Leef TV bedanken voor dit moment dat wij duidelijk kunnen maken als ChristenUnie wat wij voor het komend jaar willen. En dan wil ik in ieder geval op voorhand al duidelijk maken dat we niet apart als ChristenUnie functioneren, maar deel uitmaken van een coalitie. En dan is het voor ons belangrijk dat wat we hebben afgesproken met elkaar in 2018, dat we dat ook in het komend jaar gaan verder volmaken. Dat is best nog een opgave, zeker nu we in een coronatijd zitten en het contact met de burgers maar amper echt fysiek, lijfelijk kunnen hebben. Toch willen we daar onze moeite voor doen. En dan zijn belangrijke punten dat wij aandacht hebben voor zorg voor elkaar. Dus dat we omzien naar de naaste, zoals we dat met een mooi woord zeggen. En bovendien rekening houden met zaken die voor onze samenleving echt van belang zijn. We hebben weinig concrete punten als een rotonde realiseren of problemen op een brug oplossen. Wel hebben wij belang bij een goede bereikbaarheid van Ommen. Dus naast de zorg voor elkaar ook een goede bereikbaarheid van Ommen. Dat is een punt van regionaal belang. Als we denken aan oplossingen ter plekke, dan is dat best dan kan dat een oplossing zijn, maar dat zijn dan lokale oplossingen. Wij denken dat de oplossing op regionaal niveau moet plaatsvinden. Als wij nog een concreet punt pakken, dan denken we aan duurzaamheid. Ook daar zijn belangrijke ontwikkelingen nodig. Denk aan energietransitie, concreet zonnepanelen. Waar maken we dat mogelijk? Denk aan de discussie over windmolens. Ook dat zijn zaken die voor ons wel degelijk van belang zijn. Daar zullen we het komend jaar over praten. Bovendien hebben we rekening te houden wat de bestuurbaarheid van Ommen betreft. We realiseren ons dat wij in een heel goede bestuurlijk politieke situatie zitten. Nog nooit is Ommen zo rustig geweest, zoveel jaren lang. Dat willen we ook het komend jaar behouden. Dus aandacht voor een goede samenwerking, zowel binnen de coalitie als ook met het college. Denk aan de wethouders, denk aan onze wethouder, die een prima rol vervult in het rustig houden van de politiek. Nou, wat wij in ieder geval als D66 willen, is dat we niet meer zo ad hoc werken. Want 2020 is niet meer zoals het aan het begin was. Maar één ding natuurlijk wel, hè, en dat was de verkeerschaos. De Julianastraat, Schuringstraat is nog steeds een ramp. Moet eigenlijk terug naar 30 kilometer. De Vechtkade is een rijdende parkeerplaats en eigenlijk alleen maar leuk voor autospotters. Daar moet ook wat aan gedaan worden. De bewegwijzering is natuurlijk nog steeds dramatisch op de juiste plaatsen. Daar kijk je tegen de achterkanten van de verkeersborden aan. En laten we ook eens een keer goed gaan kijken hoe het is met de fietsers, de scootmobielers, de ouderen, de jongeren. En niet alleen maar kijken naar de auto. Wat we ook in ieder geval willen, dat is weer vertrouwen terugkrijgen in de politiek. Doe als politiek ook waar je daadwerkelijk ook achter kan staan en doe het ook duidelijk. We moeten nu vaak in de krant lezen wat de gemeente Ommen heeft gedaan. Het sociaal domein. Wij vinden dat er een digitale sociale kaart moet komen. Waarin de inwoners ook daadwerkelijk kunnen zien van waar kan ik hulp krijgen. En daarbij voortbordurend, uiteraard moet ook iedereen de beschikking hebben over internet. Zeker in deze coronatijd. En natuurlijk onze jeugd. Laten we goed kijken naar de jeugd, want we zien op dit moment heel duidelijk een toename van alcohol en drugs en zeker bij jonge kinderen. Daar moeten we proactief op inspelen. Nou, dat waren zo een paar punten. Ik kan er nog veel meer noemen, zoals energietransitie, duurzaamheid, wonen in de kleine kernen, etcetera, etcetera. Maar dit zijn zo de speerpunten waar D66 zich graag voor wil inzetten en ook in de volgende periode ook verantwoordelijkheid voor wil dragen. Als LPO willen we de komende periode met name veel aandacht vragen voor de verkeerssituatie in Ommen.
We hebben het dan met name over de bereikbaarheid en de veiligheid van het verkeer in Ommen. Zoals u ziet sta ik hier bij de Vegbrug, welbekend onderdeel van Ommen, en bij de Vegkade. En dat zijn twee punten die wat ons betreft hoog op het prioriteitenlijstje staan. We hebben al aandacht gevraagd voor de situatie bij de brug. In onze campagne hebben we aandacht gevraagd door middel van een rotonde wat een mogelijke oplossing is. En we hebben recentelijk weer aandacht gevraagd voor de Vegkade, waarbij wij het voorstel doen om de Vegkade eenrichtingsverkeer te maken. Om daarmee het aantal verkeersbewegingen naar beneden te brengen en de situatie veiliger en overzichtelijker te maken. We hopen dat we daarmee de aantallen bereiken die we voor ogen hebben, hoeveel verkeersbewegingen er over de Vegkade gaan. Dat is natuurlijk gekoppeld aan een aantal andere maatregelen. Ja, dat kan gevolgen hebben onder andere voor de Stationsstraat. Ook daar, die willen we graag veiliger hebben door middel van een fietspad wat twee richtingen gaat, zodat de fietsers vanaf het station niet hoeven over te steken, maar gewoon aan de kant van het Laar kunnen blijven fietsen. En aanpassingen bij de Vegbrug en voor de Vegkade kan ook consequenties hebben voor de Julianenstraat-Schuringstraat. Dus ook staan we daar als LPO voor open om daar aanvullende maatregelen te nemen. Daarbij willen we de Vegkade zoveel mogelijk ontmoedigen. En dat willen we met name doen door de verkeersdeelnemers te verleiden om de rondweg te nemen. Dus via de Koevorderweg en via de Balkerweg weer om in en uit te gaan. Dat zou wat ons betreft onder andere kunnen door de Koevorderweg weer naar de oude snelheid terug te brengen, namelijk 70 km per uur. Daarmee gaan de verkeersdeelnemers dus wel iets meer kilometers rijden, maar wordt het wel aantrekkelijker en sneller om die route te nemen. Daarmee denken we een goede slag te slaan voor Ommen, voor wat betreft bereikbaarheid en veiligheid. Natuurlijk zijn er meer punten waar we graag aandacht voor hebben. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw. Het havengebied staat weer klaar om bebouwd te worden. De vlierlanden worden uitgebreid. En daar willen we veel aandacht voor de starters, de beginners, de jongeren die een plek zoeken. Daar moet ruimte voor komen en een knarrenhof. Dus wat dat betreft is er nog heel veel te doen in Ommen. Als LPO staan we daar constructief in. We willen graag met de andere partijen samenwerken om deze belangrijke punten goed aan te pakken. Voor één keer en voor altijd, zodat het echt opgelost is. Ja, de VOV die zit nu voor de tweede keer half in de periode van de gemeenteraadsperiode. En waar wij graag de komende tijd naartoe willen is dat gemeenteraadsleden veel meer een rol nemen als volksvertegenwoordiger. En volksvertegenwoordiger spreekbuis van de inwoner in de gemeenteraad vertolken. Dat sluit ook heel erg aan bij hetgene wat de gemeenteraad in brede zin heeft uitgesproken. Dat je rekening moet houden met participatie, burgers betrekken bij wat er in de gemeenschap speelt. De tweede, waar wij in deze moeilijke tijd van corona, zouden wij heel graag willen dat Ommen een behoorlijke economische impuls krijgt. De recreatieve sector en de horecasector zorgen dat daarvoor mensen naar Ommen komen. En dat bedoel ik daarmee niet een folder over de promotie van Ommen in de brievenbus bij de Ommenaren gooien, maar veel breder kijken. En ik zou daar bij wijze van spreken graag ook voor willen zien dat de gemeenteraad een budget beschikbaar stelt om voor zo rond de 30.000, 40.000 euro reclame bij Ster of ergens anders inkoopt. Ook gezien de discussie die wij in Ommen hebben over de agrarische sector, de bollenteelt en de gewasbestrijdingsmiddelen daarbij en de intensieve veehouderij, zijn wij bezig met het ontwikkelen van een beleid waar de toekomst is van de agrarische sector. Om maar te noemen in de termen die de landelijke overheid gebruikt, krimlooplandbouw. En ik denk dat hier in Ommen heel veel mogelijkheden voor zijn. Daar kun je een perspectief mee bieden aan de agrariën. Daar kun je iets moois mee doen in combinatie met de recreatieve sector. En daar kun je iets mee afspreken met elkaar van welke bestrijdingsmiddelen of hoeveel water halen wij uit de grond. Ja, het laatste punt dat gaat over het verkeerscirculatieplan. Ik zit vanaf 2010 in de gemeenteraad en vanaf 2010 is er al een discussie over het verkeerscirculatieplan. Hoe gaan we om met de Dantenweg? Hoe gaan we om met de Vegbrug? Hoe gaan we om met de Vegkade? En volgens mij zitten er niet zoveel verschillen in beeldvorming, zie je ook in verkiezingsprogramma's, van wat er, de politiek in Ommen daarvan vindt. En wat mij betreft wordt het nu eens een keer tijd dat we als gemeenteraad met 17 mensen laten zien waar we voor staan en dat er eindelijk eens een keer een goed circulatieplan komt waar we Ommen niet overbelasten met verkeer wat er niet hoort te zijn en een goede doorgang voor het fiets- en wandelverkeer krijgen.